er is heel veel goeds in Nederland. Maar er zijn nog wel een paar ontbrekende factoren. Bijvoorbeeld het feit dat er bijvoorbeeld niks in de grondwet over staat. Het feit dat je nog steeds ambtenaren hebt die homohuwelijk of huwelijken tussen mensen van gelijk geslacht mogen weigeren. Er zijn nog steeds wetten in Nederland dat religieuze scholen, homoleraren die er openlijk voor uitkomen, mogen weigeren. En zie je dat, ik was nooit zo... Nou, dat laatste, dat vind ik echt heel raar dat dat nog kan. Dat dat in een land als Nederland kan, dat je... Dus dat zou kunnen weigeren, en dat sowieso religieuze scholen. Nou ja, als echt de hele conservatieve scholen mogen dat weigeren. Dat en ik moet eerlijk zeggen, ik was zelf... Als het premier was, het was niet waar geweest. Ja. 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 We zijn ongeveer van dezelfde leeftijd, dat wij ook een beetje denken van, nou ja, het is allemaal wel goed geregeld in Nederland. En natuurlijk hebben er mensen een beetje bezwaren misschien tegen homoseksualiteit. En nou ja, die gunnen we ook hun mening. Ja. En daarom hebben we wel overgangsregelingen gemaakt en zo. Maar de laatste tijd zie je dat die overgangsregelingen bijna wet worden. Nou, dus ik moet eerlijk zeggen, ik kwam erachter. Dat was ik ben steeds boos eigenlijk. Ja, ik had het laatst, want ik heb ook altijd dat ik denk, ja, wat is het probleem? Ik heb echt nergens last van. Tot ik zwanger werd. En erachter kwam dat als mijn vrouw ook ouder van ons kind wil zijn, dan moet zij dat kind adopteren. Ja. Zij is helemaal niets van dat kind. Maar wij zijn getrouwd. En als je als man en vrouw getrouwd bent, dan is het gewoon is geregeld. En ik voelde mezelf verneukt, omdat ik dacht van ja, ik heb destijds echt aan de notaris gevraagd, is dit dan helemaal hetzelfde? Ook met het oog op, ik wil ooit kinderen. Hij zei ja, nee, dat is dan allemaal geregeld. En toen dacht ik, ja god, het was een heel dure dag. Kan ik dat terugvorderen? Nee, maar dan is het dus, ik vind het zo'n wassen neus, noem het dan niet het huwelijk, als ik er dan uiteindelijk niet echt toch kinderen in mag krijgen. Ja. Dat is raar. Maar dat is ook heel erg raar. En dat moet ook versneld worden, weet je. Dat moet ook, als je zo'n procedure door moet, dat moet niet zoveel geld kosten. Het moet niet zo lang duren. Alleen al omdat als je een kind krijgt en in die tussentijd dat iets met een van de ouders gebeurt, dan is de rechtszekerheid van zo'n kind dus niet gegarandeerd. Dat gaat dus fout dan. En het punt is een beetje, en dat is wel opvallend, dat je steeds meer jonge homo's en lesbiennes hebt, biseksuelen, die vroeger als ik hadden van ik ga niet de straat op en ik heb er niks mee en zo. Maar die zien dat er toch nog echt tekortkomingen zijn, waar we echt nog wat aan moeten veranderen. Zeker ook omdat we natuurlijk ook op een aantal punten zien dat er meer geweld is tegen homo's en lesbiennes. Dus je moet wel denken aan de zaak. Ik vond dat de Volkskrant, daar stond een brief in, de actieve krant, die zet dan bij, ik bedoel, dit gaat over hele burgerlijke homo's zoals jij en ik, zet er dan deze foto erbij. Ja, dat is heel tendentieus. Kijk, als het nou een foto is bij een artikel wat gaat over de vertrutting of zo, dan is het misschien oké. Je ziet dan Jan-Peter Balken in de tussen staan. Ja, precies. Dat is wel heel mooi. Dat is een relevante foto. Wat je heel veel ziet bij homo's en lesbiennes die op dit moment zeggen, nou, ik begin er gewoon niet aan en ik ga het wel uit de weg en ik laat maar. Er is eigenlijk bijna niks aan de hand, dus laat maar. Laat maar. Maar het probleem is principieel daarbij, dus dat je dus... de gediscrimineerde het laat oplossen in plaats van dat je de discriminator aanpakt. Er is bijna niks aan de hand en daarom zing ik er ook geen liedje over. Maar niet al te enthousiast op straat.